hoeveel boeken verwacht je te verkopen? Nou, het is al een bestseller, dus het wordt alleen maar beter seller. Nieuws. Nou, we zijn in Amsterdam op de oude vertrouwde wallen van oude Penose Hugo Broers. Vandaag brengt hij zijn boek uit. Het is druk, hè? Ja, het is top. Had je verwacht dat er zoveel mensen zouden komen? Dat had ik verwacht, want ik heb het enige boek wat over echte mensen gaat. Ja. Klaar? Ja. Over het boek gesproken, je hebt al heel veel verteld over je leven. Wat gaan we hier nog meer inzien dan wat jij vertelt? Ja, ik haat mensen die vrouwen slaan, ik haat mensen die kinderen slaan, ik haat mensen die dieren slaan, ik haat mensen die oude mensen overvallen, ik haat mensen, et cetera, et cetera. Ja, en vooral pedofiele verhaaiers en kroongetuigen, die haat ik helemaal. En wat doen we daarmee? Wat? Wat doe je daarmee dan? Die krijgen allemaal een cadeautje. 100, oké dan. Daar kunnen we dus ook meer over lezen in het boek, over de cadeautjes die worden uitgedeeld. Cadeautjes heb ik uitgedeeld. Wat voor cadeautjes moeten we denken? Nou, als je vervelend was, dan kan je een pik in je kont. Of in je arm, of in je benen, maar maakt niet uit. Weet je, dat is in die tijd. En tegenwoordig is het gewoon allemaal lekker relaxed. Ja, toch, we letten nog steeds op onze buurt. Wat een beetje verpesten door die valse man natuurlijk, die alles weg wil hebben hier al. Ja. Maar goed, er zijn gelukkig nog buurtbewoners. Nou, jullie zijn ook speciaal naar de signeersessie van Hugo gekomen. Waarom? Nou, omdat we Hugo al heel lang kennen vanuit de buurt en van de oude Penose jongens. Hè? Vroeger had je codes. Ja. En iedereen leefde zijn eigen leven. En die wisten het. De Penose jongens hadden hun eigen dingen, hun eigen wetten. En de vrouwen uit het leven hadden ook hun eigen wetten. En vroeger werden de vrouwen uit het leven beschermd door de goede Penose jongens. En die heb je nou niet meer. Heeft u nog wat advies voor de kijker die denkt van nou, die wallen, dat is zo toeristisch geworden, ik kom er niet meer. Nou, toeristisch, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, te wel. Jij, ben je nou tegen of voor? Wat wil je daarvoor? Hop. Eerst betalen, dan misschien erop. Ja. Nou, ik vind het een beetje te druk hoor eigenlijk. Stel je niet zo waar. Jij nou vandaan, welke, van een eiland of zo? Hoeveel boeken verwacht je te verkopen? Nou, het is al een bestseller, dus het wordt alleen maar beter seller. Ja, toch? Waren er ook momenten dat je aan het schrijven was dat het misschien allemaal te heftig was om op te schrijven? Nou, maar ze is een schrijver, ze moet het toch schrijven. Ja, toch? Het is mijn woord. Ja, toch? Zo. En zo, wat Hugo altijd zegt, van kijk, ik krijg zijn harde kant niet te zien. Nee. Dus ik ken alleen maar, ik ken alleen maar zijn charmante kant. En die verhalen zijn inderdaad heel heftig. Je moet altijd eerlijk wezen. Eerlijk wel voor je buurt. Ik pik alleen maar buitenlanders en al die dingen. Maar gewoon voor je buurt is goed. Ja. Want hoe oud ben je als ik vraag me? Ik ben nu 64. Ja, ik heb een lul van 34. Oké, dan. Er zijn ook mensen die hetzelfde soort levensstijl als jou hadden, die niet zo oud hebben mogen worden. Nee, maar ik sport, ik doe mijn dingen. Je moet 5 dagen in de week sporten en dan blijf je jong. Ja. Zo is dat. Je bent ook nog sterk. Nou ja, als je vervelend bent, krijg je een kegel van me. Gaan we even vechten? Ja, geen punt. Ja. Maar niet op de camera. Want ik vouw me op, hè, natuurlijk. Hè? 100. We zijn er nog, hè? Ja, zeker weten. Gewoon doorgaan. Als je kut maar nat is. Ja, natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja, vers. Ja. Oké, dan. Ja, tenminste. 100. Ja, natuurlijk. Die werkt nog, hoor. Even kijken. Die blijft werken. Doet dit nog? Het is net een sappige pruim. Ik heb er natuurlijk ook eentje gekocht. Ja. Wil jij hem even voor mij signeren? Tuurlijk. En er wat moois in zetten. Reinhout. Ja. En vanavond gaan we krikrikken en flapflappen. Ik ga hem lezen. Ja, voor jullie. Ja, 100 met een mooie gozer. Hartstikke bedankt. 100, flapflap. En sodemiet er nu op.